Ik ben Rolf Hutt en in deze video ga ik je laten zien hoe je van surprise zelf iets van beton kan maken in een paar minuten. Dat is natuurlijk gek, want normaal gesproken als je iets van beton maakt, dan moet het echt heel lang uitharden voordat het hard is. En je moet allemaal specialistische mengsels hebben, die misschien sommige bouwvakkers wel thuis hebben staan, maar de meeste mensen niet. Nou, met het recept wat ik je nu ga laten zien, kan je voor iemand die bijvoorbeeld een stenen hart heeft, of voor iemand die Lego steentjes wil geven, maar dan van echt steen, kan je binnen no time zelf beton maken. En ik ga jullie laten zien hoe dat werkt. Om te beginnen heb je heel fijn zand nodig en maïzena. En tenslotte een klein beetje water. Ja. Het recept is als volgt. Je kan het recept groter en kleiner maken. Ik ga nu een receptje maken wat ongeveer gemiddeld is voor hetgene wat ik wil gaan maken als surprise. Ik begin met 250 gram heel fijn zand. Ik adviseer je om dit buiten te doen, maar ja, ik heb een camera binnen staan. 250 gram, dus dat is tot en met hier. Ongeveer zo. Daarna heb je nodig 50 gram maïzena. Meng dit super goed door elkaar. Dat kan met je vingers, maar als je het hebt, kan je ook. Een tiny whisk of een kleine garde gebruiken. Als dat goed gemengd is, voeg je 45 gram water toe. Ongeveer zo. En hiervan maak je een mooie slurry. Dat wordt best een troep, maar dat is leuk. Als je erin knijpt, moet je voelen dat het een beetje nattig voelt. Maar het moet geen modder worden. Als je dit goed door elkaar gemengd hebt, dan voelt het als een soort van nattig zand. Als je erin knijpt, voel je dat het nat is. Nou, wat je dan nodig hebt, is de vorm waar je je beton in wil hebben. Nou, ik ga dit maken voor iemand met een stenen hart. Dus wat ik gedaan heb is van deze siliconen vormpjes met hartjes. Je kan zelf ook bijvoorbeeld een groot hart maken van karton en dat je het dan daarin doet. Ik ga nu dit prutje in deze vormpjes doen. En dan is het de bedoeling dat je het water wat erin zit eruit verdampt. Zodat het maïzena en het zand allemaal als één hele stevige kluwe bij elkaar komt. En dat doe je in een magnetron. Ik zet hem op hoog, zo'n 700-800 watt. Voor niet te lang, 30-40 seconden, komt hij. Dan kan je ze er in één keer uithalen. Dat werkt prima hoor. Hoehoe, zie je? Al het verdampte water. Dat betekent wel, ze zijn loeiheet. Dus handschoenen aan. Nou, komt hij. Een stenen hart voor iemand met een stenen hart. Dat gedicht kan je er dan wel zelf wel bij verzinnen.